Mijn naam is Kjeld Gunderson en ik ben hier de chef vlieger van de kustwacht uit Schiphol. We doen dienstverlening en dan praat je meer search and rescue. Dan calamiteiten, daar zijn we mee bezig uiteindelijk. En begeleiding van het verkeer. En dan hebben we nog een handhaving. En een handhaving, daar praat je echt mee voor visserijcontrole, milieucontrole. En dat is eigenlijk vrij uitgebreid. Dus dat is een vrij grote taak die we eigenlijk doen. Het is een Dornier 228, zoals je hier kunt zien. Er zitten wat sensoren op en dat zijn eigenlijk de ogen en de oren van ons vliegtuig, zo moet je het eigenlijk zien. Dat is een side-looking airborne radar en die zit aan beide kanten van het vliegtuig. En wat die dus doet, die bekijkt de verstoringen in het oppervlak van het water. En aan de handhaving kunnen we bepalen of het een olievlek is of niet. Het is nu zomer, het is fantastisch weer, dus uiteindelijk gaan we er nu even uit. We gaan vliegen om te kijken van hoe of wat, want het is natuurlijk hartstikke druk op de stranden zo langzamerhand. Ja, ook de scheepvaart, mensen die nog even de zee op willen, misschien niet al ervaring hebben. Nou, wij gaan toch daar controles op uitvoeren om te kijken of we alles in goede banen kunnen leiden. Uiteindelijk langs de kust gevlogen. Dan kijken we gewoon even naar het strand en net buiten het strand. Dus wat zeiljachten wat er allemaal rondvaart. Gewoon een beetje patrouilleren en het is ook even laten zien dat we er zijn. Straks dan gaan we over, dan hebben we het strand gehad en dan gaan we richting de scheepvaart. Ja, de vlucht zit erop. Wat mij betreft weer een succesvolle missie. Vrij weinig gebeurt voor een gemiddelde zomerdag. Dus wat dat betreft geen probleem. Dus een mooie dag vandaag.